De komende tijd krijgen we eindelijk de zon weer wat vaker te zien. En dat is maar goed ook, want de hoeveelheid zonne-energie viel de laatste week echt wel tegen. We zien dat hier duidelijk terug met waarden beneden normaal. Maar de hoeveelheid windenergie die lag wel hoger dan normaal. En dat maakte dan nog wat goed. De verwarming hadden we niet al te vaak nodig. De komende tijd dan krijgen we dus te maken met meer zonneschijn. We zien dat duidelijk terug, veel zonnetjes in de symbolen. En de temperatuur die ligt zo rond de 18 graden. Die hoeveelheid zon die is wel gunstig. Laat die vooral jouw huis ook inschijnen, want met die 18 graden is het wat frisser dan normaal. Maar als je die zon genoeg naar binnen laat schijnen, dan wordt die temperatuur in je huis vanzelf op niveau en heb je de verwarming waarschijnlijk alsnog niet nodig. De windenergie die gaat wat toenemen, met in het weekend meer wind, een matige wind boven land en aan zee een vrij krachtige wind. De komende tijd dan blijft die opbrengst van de zonne-energie in eerste instantie hoger dan normaal. Later dan krijgen we normale opbrengst. De hoeveelheid zon die neemt dan weer wat af. We zien wat meer wolken en kans op buien. Voor de windenergie verwachten we normale hoeveelheid wind en de temperatuur die kruipt langzaam ook weer wat omhoog en daarmee gaat ons gasverbruik op de lange termijn omlaag. Fijne dag nog.